dag hebben we contact met een Flevolander in het buitenland. En we gaan weer lekker videobellen, Bastiaan. Absoluut. Vandaag videobellen we met het eiland Schargau. Daar is Almeerder Mike Breuker druk aan het werk. Mike, goedemiddag. Goedemiddag, goedemorgen voor jullie. Ja, goedemorgen voor ons. Schargau, waar ligt dat ook alweer op de Filipijnen? Het ligt helemaal in het oostelijke stukje, een beetje midden Filipijnen en dan helemaal in het oosten in de Pacific Ocean. Ja, ik heb hier de kaart er even bij gepakt. Dat is dus hier, hè? Aan de oostkant ligt dat. Hier, dit gedeelte. Ja, iets onder je... Ja, klopt. Precies. Nou, heel goed. Dan weten we dat ook weer. Hoe is het daar? Ja, goed. Het is aardig warm weer. En we mogen niet klagen. Okay. Zeker niet. Hey, we spraken jou iets meer dan een maand geleden. Toen was je bezig met de bouw van jouw sportschool, CrossFit. Is die al klaar? Ja, CrossFit Schargau. We zijn nu een beetje in de eindfase aangekomen. Dus wij hopen om over 2 weken open te gaan. Dus eigenlijk gisteren 2 weken, dat is de planning nu. Ja. En zoals het er nu uitziet, moeten we dat wel gaan halen. Oké, dan noteer ik dus zondag 19 juli. Hoe ga je dat aanpakken? 19 juli, klopt. Ja. We zijn eigenlijk net terug. Er zijn een aantal haken en ogen nog. We zijn net terug van de gemeente. Aangezien het coronaverhaal een beetje weer in het hele land opleeft. Dus er zijn wat nieuwe maatregelen aangekondigd. Waardoor we eigenlijk onze hele opening in de war hebben gegooid. Dus we gaan überhaupt even kijken of het met het oog op de maatregelen kan de 19e. En waarschijnlijk gaan we een soort open dag houden. Waarbij we dus rekening houden met alle maatregelen. En dan die maandag gaan we eigenlijk een week organiseren, een openingsweek. Ja. Met verschillende evenementen, seminars. Dus we zijn eigenlijk nu aan het wachten op een reactie van de gemeente of we dat allemaal mogen, of dat in hun plaatje valt. Zeg maar. Ja, je zegt, Mike, even tussen neus en lippen door van de corona-perikelen. Is het weer een beetje opgeleid daar dan? Het is in de grote steden Manila en Cebu is het wel best wel pittig. Nou, eigenlijk gewoon nog steeds. En Schargau valt onder een soort van eigen regelgeving, omdat het een protected land en seascape is. Dus alle regels hier zijn net even wat anders. En het eiland is het grootste probleem hier. Ja, het is een beschermd natuurgebied, het hele eiland. En op het eiland is nog geen ziekenhuis. Dus ze zijn heel erg bang dat als er hier iets gebeurt, in tegenstelling tot andere eilanden, dat er gewoon heel weinig hulp en heel slecht de medische zorg hier is. Dus dat is een beetje waarom ze heel erg voorzichtig zijn hier. De vorige keer dat we jou spraken, had je het ook over gebrek aan bouwmaterialen. Kwam daarna alles binnen? Hoe ging dat? Ja, niet gebrek aan bouwmaterialen, maar de aanlevering daarvan is vooral heel lastig. Omdat we dus best wel afgelegen liggen. Oh ja. En alles moet vanaf het vasteland en andere eilanden komen. Omdat hier eigenlijk gewoon niks is. Dus logistiek is het gewoon een grote uitdaging. Ja. Maar in principe is alles is er hoor. Alles is er nu wat we nodig hebben. En er komt elke week weer een bootje aan met wat spullen. Dus zo gaat het hier. Ja, je traint genoeg hè, zie ik. Nog steeds. Ja. Bastiaan, wat zie jij voor de mensen die er geen beeld bij hebben? Ja, voor de mensen die in de auto zitten. Er zit een hele gespierde jonge man daar op de Filipijnen. Met een hoedje op in het zonnetje. Lekker. Hoe fijn kan het zijn, toch? Gelukkig mens ben je, niet, Mike? Ja, heel gelukkig. Het is best vol te houden zo. Ja, dat geloof ik meteen. Ja. Nog even over die corona. Ja, bij jullie valt het dus mee op het eiland, gelukkig. Maar heb je enig idee waarom het weer opgeleid is op de andere eilanden? Bij ons is er sowieso niks tot nu toe nog. Waarschijnlijk is het omdat de reisrestricties ietsjes zijn zijn opgeheven. Waardoor mensen toch weer van eiland naar eiland konden reizen. En waarschijnlijk is daar iets... Het is heel veel speculeren eigenlijk, voor ons ook. Maar ik denk dat dat er wel mee te maken heeft. Laten we dat dan niet doen, dat speculeren. Maar laten we jou weer aan het werk zetten. Want je hebt nog 13 dagen voor de grote opening. Ja, we moeten aan de bak hier. Je gaat lekker aan de bak. Maar in ieder geval bedankt voor je verhaal weer. En tot de volgende keer. Helemaal goed. All right, tot snel weer. Dag Mike. Hoi.